met de camera en hun zijn van bastaard.net. En die hebben een item gedraaid en eigenlijk willen we jullie gebruiken, dus eigenlijk Miss Winterfair, in die afsluiter. Want volgens ons is dat geniaal. Wat ga je betalen? Dat ik ook een mooie docent had. Liefde, liefde, liefde kun je halen bij hem. Gewoon op je knieën moet je open en de taal gebeurt. Luister wat er gebeurt. De camera gaat zometeen richting de presentatoren. Die gaan een praatje doen. Dan gaat de camera, dan zal ik op een gegeven moment de microfoon krijgen. Dus ik gebal je, zeg maar, gedacht. En die gaan we even dagwaaien. En dan zou ik zeggen, Miss Winterfair, zeg maar even gedacht. En hoe geweldig is het als dan heel Miss Winterfair, wat hier staat, compleet uit zijn dak gaat. Nou, ik heb jullie net zien springen, schreeuwen en fietsen bloot, alles. Dus ik heb daar vertrouwen in. En ik denk dat het genoeg. Als ik zo meteen zeg, Miss Winterfair, zeg maar dag, dan snappen jullie wat jullie moeten doen, toch? Ik ga even roepen, hè? Miss Winterfair, dag! Dat gaat wel lukken. Ja, ik moet een beetje verlegen zijn, want ik sta hier op het podium naast zulke gigantes. Maar wij zijn van Bastaard en wij van Bastaard hebben het echt oergezellig gehad hier op de Arthur. En volgens mij iedereen. En we staan hier niet voor een reden, dat gaat Erik ons uitvertellen. Ja, nee, dit jaar mochten wij een weekend mee met Rapalje, deze grote man. Een documentaire van een uur. Hij is nog best klaar, komt eraan. En ja, daarom is het zo dat we willen dit afsluiten met Rapalje op één podium. Dus ik hoor je van het jaar tussen de Arthur. En ik zou zeggen, Ferry, dit hem. Ik ga afsluiten, het was een mooi jaar, dit was met Winterfair. Rapalje, zeg maar gedaan. Mooi! Met Winterfair, zeg maar gedaan. Dit was Bastaard hier, vanaf met Winterfair 2013. En ons naar volgend jaar. Fijne kerst, fijne feestdagen en een gelukkig!